eerder in Breaking Point. Aiden, wat gaat er door je heen nu je op het punt staat achter het stuur te kruipen voor je eerste race? Ik voel me net een kind. Ik kijk om me heen en sta tussen mijn helden. En wat vind je van Casper Ackerman? Botert dat een beetje tussen jullie? Het ging per ongeluk. Wiens schuld was het dan wel? Hij probeerde jouw contract nog tegen te houden. Hij wilde geen kinderoppas spelen. We hebben allemaal medelijden met je vriend. Je hebt nooit een kans bij hem gehad. Ik heb vanochtend een bericht gekregen van Christian Horner. Ze houden je in de gaten. Je weet wat zijn probleem is, of niet? Denk dat je te oud bent. Wil je respect? Dan toon je respect. Zo werkt dat. Toon jij mij dan ook eens wat respect? Waarom verdien je dat dan niet eerst? Ik ben er klaar mee. Je stopt? Ik stap eruit. Waarom werkte het niet tussen jullie? Hij verdient meer dan ik. Wat? Hij wilde me niet in het team. Niet? Volgens jou ben ik al over mijn hoogtepunt heen. Dus niets hiervan is waar. Er gaan altijd geruchten in de paddock. En sinds hij binnenkwam, heeft er één man in het middelpunt gestaan. Ik wil dat we pushen voor de vierde plek. Ik wil dat we Butler verslaan. En ik wil dat het stoeltje naar jou gaat. We naderen bocht 8. Butler komt dichterbij aan Ackerman. Hij probeert zijn plek terug te pakken, maar welke kant kiest hij? Butler kiest de binnenkant en ze raken elkaar. Beland in de muur. Dat lijkt het einde van de wedstrijd voor hem. Maar er zit nog beweging in de Alfa Tauri. Mazzel voor de Nederlander die door lijkt te kunnen. In het kunnen zo, denk. What about Casper? Will it Aiden pass? Let Aiden pass. We hebben het geflikt. We hebben het geflikt. Heb je die crash al gezien? Is Butler oké? Een geknakt ego wellicht. Hoe was het om een gloednieuw team in de F1-opstelling te krijgen? Weet je, de eerste keer dat je een wagen ziet, jouw wagen, met jouw merk, jouw naam staat erop in een officiële race. Naast Ferrari, McLaren, Mercedes. Dat is waar het allemaal om draait. Je laat het klinken als een droom die is uitgekomen. Was dat maar zo. Wanneer begon je voor het eerst te begrijpen wat Cannersport te wachten stond? Seizoen 2022. Direct uit de pitstraat. De coureurs zouden altijd botsen. Dat was een berekend risico. Maar de wagen... De wagen had problemen. We zijn nu halverwege de Miami Grand Prix. Een geweldige wedstrijd tot nu toe. En iedereen kan nog steeds winnen. Wauw, wat een fantastische rit hier vandaag. Vooral van Aiden Jackson. Ik denk niet dat ik de Cannersportwagen ooit zo heb zien rijden. Dit team Cannersport heeft heel veel te bewijzen dit seizoen. En Jackson zou wel eens de man kunnen zijn die dat kan. En dat is uitermate pijnlijk voor Jackson. Er zijn er maar een paar ronden te gaan en hij ligt uit de Miami Grand Prix. In elke race lijkt de wagen een constant probleem te zijn voor Cannersport. Het moet verschrikkelijk zijn voor de coureurs. Daar de bevestiging dat de auto van Jackson stilvalt. En hij zal vandaag het zwart-wit geblok zeker niet zien. Maar het lijkt erop dat zijn teamgenoot dat wel zal doen. De DNF van Jackson plaatst Devin Butler in een positie waarin hij misschien wel punten kan pakken voor Cannersport. Aiden is out. Yep, engine problem, I'm afraid. Good job, you got me. All right, Devin, don't push it too hard. We cannot risk losing both cars here. It's in the bag, mate. All okay, Aiden? Yeah, hoe gaat het met Devin? Yeah, he's doing all right, mate. He looks like he's going to bring him some points for the team. Leuk voor hem.
Als het niet dit is, dan is het wel dat. Heb je gezien wat er gebeurd is? Aiden, ik ben het met je eens, 100%. We doen alles wat we kunnen. Ik weet dat de wagen niet perfect is, maar... Andreo, elke keer weer. Weet je hoe ik overkom als ik zo makkelijk punten verlies? Klop, klop. Oeh, dat klinkt alsof er hier een mooie show aan de gang is. Wat heb ik gemist? Niet nu, Devin. Aiden en ik hadden het net over problemen met de wagen. Oh, alweer? Ik dacht dat alles was opgelost. Ik had geen problemen vandaag. Het ging soepel. Je weet wat ze zeggen. Een slordige werkman geeft altijd zijn gereedschap de schuld. Maat. Je kunt mijn configuratiegegevens bekijken wanneer je maar wil. Dat heb ik je gezegd. Misschien helpt het. En ik heb je al gezegd. Het is geen configuratieprobleem. De wagen kan en... Jackson, dat was het probleem in het seizoen van 22. Dat weet iedereen. Ik bedoel, eind 21 dacht iedereen dat Aiden naar een van de grote drie zou gaan. Maar ik denk dat ze geen akkoord konden bereiken, dus zijn we allebei naar Connorsport gegaan. En denk je dat Aiden heeft beïnvloed? Ja, dat is een publiek geheim, ja. Nee, maar voor seizoen 22 was Jackson echt een nachtmerrie. En dan gaan we richting bocht 2. Butler komt de pitstraat uit. Jackson zit er pal naast. Dit is heel gevaarlijk, Bas. Geen van deze twee wil wijken. Het zou een stuk netter zijn geweest als Jackson hem had laten gaan. Hij geeft hem geen duimbreed toe. Ze gaan verder. Nog steeds wiel aan wiel. En ze raken elkaar ook nog bijna. Op het rechte stuk dan, richting de volgende chicane. Er zit niks tussen deze beide wagens. En door de chicane gaan wij nu, stuurt Jackson ze allebei van de baan. Butler over een curve. Oeh, dat zag er niet goed uit. En ik geloof dat een van hun wagens hier beschadigd is, Olaf. Ik denk dat het Butler is. Schade, Bas, maar ze hebben ook plaatsen verloren. Ongelooflijk en ook totaal onnodig. Nou, één beschadigde wagen, posities die moeten worden ingehaald. Wat een complete puinhoop was dat. Hé, hey, daar kun je die lamp 6 centimeter hoger zetten. Ja? Uitstekend. Een butler moet er altijd goed uitzien. Dus? Op welk punt in seizoen 22 werd duidelijk dat het team het moeilijk had? Oh, direct naar de Hongaarse Grand Prix. Ik ben misschien alleen het geld, maar zelfs voor mij was het duidelijk. Het hele gebeuren was een puinhoop. Jackson en Butler van Connorsport vechten het opnieuw uit op het circuit. Het lijkt erop dat... Mooi gevecht. Wacht even. Okay, Devin. Aiden's lapping faster than you. I need you to let him pass, please. Devin, do you copy? Listen to me. I need you to let Aiden pass now. Butler negeert de instructie volledig. Ongelooflijk. Het lijkt erop dat hij het niet eens bevestigde. Hoe je het ook went of keert, je ziet het, er is totaal geen ruimte voor Jackson. En de rivaliteit binnen de Connorsportmannen gaat hier gewoon in Hongarije volle bak door. Oké, dat laat ik aan jouw capabele handen over. Devin. Je had vandaag een probleem met een teaminstructie? Is niet gebeurd. Wat? Luister, ik weet dat iedereen zegt dat ik het negeerde, maar ik heb het nooit ontvangen. Check de communicatie. Een slordige werkman geeft altijd zijn gereedschap de schuld. Check de communicatie. Oké, we controleren de communicatielijn. We lossen het op. Dit mag niet meer gebeuren. Typisch. Aiden, luister. Wat heeft het voor zin? Het is gewoon Devin die Devin is. En dus? Dan is het in orde? Hij is een arrogante... Nee, je hebt gelijk dat je hem terecht wijst. Maar stel je voor dat we hem bepaalde vrijheden niet gaven. Dan zou hij nog moeilijker te sturen zijn. Als zijn vader weet ik dat. Aiden, je bent de beste coureur die we hebben. En het is goed dat je Devin op zijn plaats zet. Hij heeft het nodig. Het team... heeft het nodig. Bedankt.
tussen jou en mij. Ik denk niet dat dit team bij mij past. Volgens mij... Eerlijk? We verdienen je niet. En ik weet dat andere teams het over je hebben. Dus blijf gewoon doen wat je doet. Tuurlijk. Het spijt me als ik voor mijn beurt heb gesproken over Devin. Nee, joh. Weet je de beste manier om Devin op zijn plaats te zetten? Vertel. Versla hem. Hoe zit het met Kelly Mayer? Had je haar op dat moment in het vizier? Natuurlijk. Ze veroorzaakte veel beroering in de F2. En Akkerman bleef maar over haar praten. Dit is onze raceleider, Kelly Mayer. Zij was vandaag echt ontzettend snel op het circuit van Zandvoort. Kijk nou eens, ze gaat naar de pit. Interessante strategie hebben ze daar gekozen. Ze heeft de ronde in hoog tempo gereden, maar is dit ook de juiste beslissing? Een gedurfde set, dat is zeker. Het lijkt krankzinnig, maar dat zien we nog wel. Daar gaat ze dan, op gloednieuwe banden. De rest van het veld blijft nog steeds bij hun oorspronkelijke set. Maar waar komt Kelly Mayer precies uit? Eens even kijken. Dus Kelly, waar schrijf je je succes aan toe dit seizoen? Oh, ik zou zeggen waarschijnlijk mijn snelheid. Hoe bedoel je? Ik ben erachter gekomen dat het helpt als je sneller rijdt dan de rest. Casper. Nee. Serieus, ik heb een geweldig team om me heen. En deze man is meer dan wie dan ook erg handig om in de buurt te hebben. Casper, ben je verlegen? Kom hier. Ja, oké. Kelly zegt dat je een factor bent geweest dit seizoen, Casper. Ik ben niet degene die rijdt. Maar je was het niet eens met mijn bandenstrategie. Ze heeft geen respect voor ouderen. Dus welke rol speel je precies bij Kelly's succes, Casper? Geen enkele. Zij heeft alles gedaan. Eerlijk gezegd heeft hij waarschijnlijk gelijk. Had je toen al contact met Casper Akkerman? Akkerman en ik kennen elkaar al heel lang. Nog een pitstop hier op Suzuka. Deze keer komt Aiden Jackson binnen. Hij boekt vandaag gestage vooruitgang en Konnersport kan echt niet zonder hem. Ze hebben dringend resultaten nodig en ze kunnen dit wel missen, Bas. Kijk, het is chaos in de garage. Absoluut, slechts 3 wielen aan de wagen op dit moment, Olaf. Aiden Jackson kijkt wanhopig toe. Oh, nu komt dat reservewiel. Dit is een hele, hele lange tijd om in de cockpit te wachten. Wat is er aan de hand bij Konnersport? De band zit eindelijk op de wagen. Aiden Jackson is terug in de race, maar dit is een lange tijd in de pit. En dat zal ze duur komen te staan. Je hebt het gezien, toch? De pitstop. Wat moet ik daarmee? Ik weet het, maar ik wil een kans om te bewijzen wat ik kan doen. Op de beste stoel. Ik verdien het. Ik heb gehoord dat er misschien interesse is. Ik kan hier gewoon niet blijven. Oké. Maar wat zou jij doen? Dus wat heb je hem geadviseerd? Nou, ik zei dat hij rustig moest blijven. Het seizoen afmaken. En dan naar de laatste teamvergadering gaan. Kijken of hij dan van gedachten verandert. En waar was je op dat moment? Oh, ik was druk bezig om Kelly voor te bereiden op de laatste race van het F2-seizoen. De laatste race van het seizoen is nu in volle gang hier in Abu Dhabi. Diverse coureurs strijden vandaag om het Formule 2-kampioenschap. Maar dit is de favoriet, Kelly Mayer. Ze is dit seizoen zo consistent geweest, zo snel. Ik zet dit kampioenschap in op Mayer, geen twijfel over mogelijk. Als ze hoog genoeg eindigt, is ze niet meer in te halen.
heeft het gedaan! Zoals velen hadden voorspeld, een ster is geboren. Kelly Mayer is de eerste vrouw ooit die het Formule 2 kampioenschap wint. Historisch. Nou, ik bedoel, iemand moest de eerste zijn. Maar ik hoop dat dit laat zien dat je met talent net zo ver komt als met geld. En hoe zit het met je vader? Heeft hij gebeld om je te feliciteren? Nee. Volgende vraag. Kelly, we weten zeker dat iedereen het wil weten. Hoe is het om een vrouw te zijn in de motorsport? Ik weet het niet, John. Hoe is het om een man te zijn in de journalistiek? Volgende vraag. Een heet hoofd. Ja, zeker weten. Maar weet je, dat is een beetje wat de coureur nodig heeft. Laten we niet vergeten, Kelly, die kampioen werd, was een groot probleem. Je weet wel, voor de sport, maar eigenlijk voor iedereen. En voor jou, hoe voelde je je? Het was een van die momenten uit mijn carrière waarop ik het meest trots ben. Het was de eerste keer dat ik iemand had begeleid. Ja, ik vond het jammer om verder te gaan. Dus had je Kelly al verteld over je nieuwe baan? Ja, natuurlijk. En ik zei dat ik haar heel graag had willen meenemen. Maar ze begreep het. En Aiden, had je het hem verteld? Nee, hij had het te druk. Druk? Hij moest het team vertellen dat hij Connorsport zou verlaten. Goedenavond allemaal. Bedankt voor jullie komst. Ik weet dat Aiden iets wilde zeggen, maar eerst wil ik iets formeels bespreken voor we verder gaan. Het is geen geheim dat ik dit seizoen met een heleboel dingen tegelijk bezig was. Ik bedoel, ik ben de eigenaar van het team, ik leid het team. Het is veel, oké? Daarom stap ik volgend seizoen uit de hoofdrol van dit team. Ik zal Connorsport Racing blijven stimuleren om het merk te worden dat het moet worden, terwijl de nieuwe directeur zich zal richten op prestaties en resultaten. En we hebben de man al gevonden om in die rol te stappen. Casper. Dankjewel. Dankjewel allemaal. Dit is echt een grote stap vooruit voor mij. Maar ik kijk uit naar wat het volgende seizoen gaat brengen. Het is echt een eer om aan boord te zijn. Het spijt me van de dramatische aard van de aankondiging. Oké? Wiens brood men eet, diens wordt. We willen allemaal graag met Casper werken, toch? Goed. Laten we dan verder gaan. Aiden, heb je iets te zeggen? De vloer is van jou. Nee, het is niets. Ik wil alleen maar zeggen, bedankt allemaal voor al jullie harde werk dit jaar. En ik kijk echt uit naar het volgende seizoen. Vooral met Casper aan het roer. Heeft het feit dat Casper er is invloed op jou voor seizoen 23? Ik had ergere dingen aan mijn hoofd dan Casper. Heb je spijt van dingen? Iets wat je anders zou hebben gedaan? Nee, ik zit wel goed nu. En trouwens, wat is er mis mee om het verhaal van het seizoen te zijn? Geweldige race vandaag. Ik zag net de hoogtepunten. Luister, ik weet dat we aanvaringen hebben gehad en nou ja, vorig seizoen was vorig seizoen. Een nieuwe start voor het team. Wat zeg je ervan? Ah, Jackson. Ja, bedankt maat. Een vuilnisbak is daar. Ja, netjes. Wat vind je van het seizoen dat net voorbij is? Seizoen 2023 was voor Connorsport totaal anders. Hoe bedoel je? Nou, de wagen. Bijvoorbeeld. We hadden de belangrijkste problemen opgelost en ze begon net haar potentieel waar te maken. Kunnen we praten over wat er met Devin is gebeurd?
En daar komt Butler. Goed tempo hier op het rechte stuk. Oeh, we gaan de bocht in. En dat is een beetje te laat. Hij gaat bijna van het circuit af bij de exit. Bas, dat is dan toch typisch een gebrek aan concentratie? Ik denk dat hij gewoon een beetje wanhopig is geworden, Olaf. Hij gaat veel te ver. Ik bedoel, er is in dit stadium niemand anders in zijn buurt. Okay, Devin, we're gonna have to ease off from the brakes. Devin, brakes don't feel right. Okay, we'll have a look at it, but you're gonna see a drop-off in performance, I'm afraid. What? Why? We've asked you to take it easy on the last lap, but pushing has made the issue even worse. So we're just gonna have to live with it for now. What are you talking about? Listen, just do what you can, please, Devin. Come on. Nee, het is een... Nou, het is nogal wat als een van je coureurs besluit zijn eigen ding te doen. Dus sprak ik hem erop aan tijdens de volgende teamvergadering. Wat was Devin's reactie? Nou, hij ontkende alles. Hij gaf de schuld aan een communicatiestoring. Wat ik vreemd vond. Hetzelfde gebeurde het jaar ervoor, toen ik directeur was. En hij had toen precies hetzelfde excuus. Ja? Je hebt me nodig? Ah, daar is hij. Je bent moeilijk te pakken te krijgen. Goed, ik zal meteen ter zake komen, Devin. Vertel me wat er aan de hand is. Waar heb je het over? Het is niet alleen het negeren van teaminstructies. De paddock roddelt. Mensen zeggen dat je bent afgeleid. Dat je ze volledig negeert. Mijn taak is ervoor te zorgen dat het team soepel werkt als een klok. Dus ik probeer uit te zoeken wat er aan de hand is. Ja, maar ik zei het toch. Check de communicatie. De communicatie is prima, Devin. We hebben het gecontroleerd. Wat is er aan de hand? Niks. Stop daarmee! Toon eens wat respect, man! Oké. Ik heb het gehoord. Oké. Ben nou blij? Waarom negeerde hij ons? Ik voel het, Cas. De druk, de roddels op de paddock de laatste paar maanden. Kom op, jij bent Devin Butler. Jij bent de roddel van de paddock. Je hebt toch gehoord wat ze zeggen? Je hebt gezien wat ze schrijven. Racen met papa's geld. En daardoor... Ja, daardoor ga ik aan mezelf twijfelen. Oké. Daar kunnen we iets aan doen. We kunnen het... het verhaal over het team veranderen. Absoluut. Maar in de tussentijd wil ik dat je een afspraak maakt met iemand van het medisch team. Voor alle zekerheid. Ik heb je geboekt voor vanmiddag. Cas, het is oké. Ik moet me voorbereiden op een race. Ja, ik moet mijn hoofd erbij houden. Dat snap ik. Dat is prima. Maar ik wil dat je direct na de race gaat. Begrepen? Ja, prima. Denk ik, wat een puinhoop. En met die manoeuvre ligt Devin Butler gewoon uit de race. Dat wil hij niet te vaak zien gebeuren. Wij willen natuurlijk wel graag dat we hem uit de wagen zien stappen. Dat zou goed nieuws zijn. Ja, dat zeker. Maar wel een beetje wankel op zijn voeten, Olaf. Nou, in ieder geval het duimpje omhoog naar het publiek. Maar ik denk dat hij behoorlijk is geschrokken. Ah!
ben er klaar mee, Casper. Ben er klaar mee. Het is oké. Het is oké. Dit was zijn gehoor. Hij had ons er niets over verteld. Nee, ik denk dat hij het misschien voor zichzelf wilde houden. Hij was op het hoogtepunt van zijn carrière, dus... Ja, wat kun je erover zeggen? En hoe voelde je je? Ja, ik was er kapot van. Maar, 5 jaar in de F1. Daar kan ik niks tegen inbrengen. Ik bedoel, de meeste mensen krijgen niet eens de kans, dus... Ik was nog steeds een van de beste. Toen ik daar was. Je mag het aan iedereen vragen. Hoe voelde je je toen Devin vertrok? Hoe ik me voelde? Nou, ik begrijp je punt. En zeker, op de korte termijn komt het goed. Maar als we onze doelen willen bereiken, hebben we een andere coureur nodig. Een permanente. En een snelle. Halverwege het seizoen? Dat is onmogelijk. Gezien de omstandigheden, denk je dat je ons een beetje speling kunt geven op het contract? Ik heb de voorspellingen. Als Konnersport dit seizoen niet als 5e constructeur eindigt, is het rendement mijn tijd gewoon niet waard. Dat was de deal. En dat is het nog steeds. Maar met een beetje extra tijd kunnen we misschien... Stop! De afspraak staat. En zonder Devin die rijdt, is er nu weinig interessant voor mij buiten het contract. Zo werkt dat in zaken. Er moet iets zijn wat we kunnen doen. Dus wat je achterlaat is duidelijk belangrijk voor je, Davidov. Als vader snap ik dat helemaal. Dus als Devin je zoon niet kan rijden, wat dacht je van je dochter? Waarom geven we de stoel niet aan Kelly? Nee. California krijgt geen contract bij Konnersport. Waarom niet? Denk eens aan de commerciële mogelijkheden voor het team dat haar contracteert. Hm? Vergeet nalatenschap. Ho, ho. Jij zou geschiedenis schrijven. En je zou een fenomenaal talent haar eerste kans geven in de F1. Het is de juiste beslissing. Kom op, je weet dat ze het verdient. De dochter. Die haar moeders naam aannam om mij te treiteren. Nee, ze zal nooit ja zeggen. Waarom laat je dat niet aan mij over? Het contract staat nog steeds, Akkerman. 5e plaats of ik stop volgend seizoen. 1 probleem tegelijk. Oké? Waarom aarzel je? Je hebt er altijd van gedroomd om in de F1 te racen. Niet op deze manier. Weet je wat hij deed? Wie, je vader? Hij weigerde me te steunen. Zei dat hij slechts 1 van zijn kinderen zou financieren. Dat Devin veel betere vooruitzichten had. Het spijt me dat... Dat wist ik niet. Mama gebruikte de scheidingsregeling om het te helpen, maar... En jij bent hier alleen maar omdat hij je heeft gestuurd. Nee. Dit was mijn idee. Mijn beslissing. En ik vraag het aan jou, Kelly. Niet aan je vader. We hebben een vervanger nodig en ik heb om jou gevraagd omdat ik weet hoe goed je bent. En dat is de waarheid. Ik heb altijd gezegd dat ik het op mijn voorwaarden zou doen, niet de zijne. Ik zal je helpen. Net als in de F2. Wil je me uit mijn buurt houden? Ik zal alles doen wat binnen mijn macht ligt. Echt alles om ervoor te zorgen dat je alleen maar aan race hoeft te denken. Hebben we een deal? Deze kans krijg je misschien nooit meer. Dat weet je.
Vandaag wordt hier geschiedenis geschreven, want Kelly Mayer, de nieuwste aanwinst van Konnersport, wordt de eerste vrouwelijke coureur in het moderne tijdperk die deelneemt aan een Formule 1-race. Oh, wat een moment. Ik krijg kippenvel. Voor wie het zich thuis afvraagt, een handvol vrouwen heeft in de loop der jaren aan minstens één Grand Prix meegedaan. Maar sinds 1992 heeft geen enkele vrouw een poging gedaan zich te kwalificeren. Giovanna Amati uit Italië, voor wie het nu googelt. Dus vandaag breekt er een nieuwe dageraad aan, hier in Baku. Mayer was echt indrukwekkend in de kwalificatie. Eens kijken wat de Formule 1 voor haar in petto heeft. Ja, ik moet zeggen dat het peloton deze competitie redelijk dicht op elkaar zit. Ik zou geen voorspelling durven doen. Inderdaad, er wordt hier vandaag fantastisch gereden. Vooral door de jonge Kelly Mayer, die de overstap naar de Formule 1 lijkt te hebben gemaakt, alsof ze ervoor geboren is. Daar komt Kelly Mayer. Ze nadert haar teamgenoot. Ze zit bijna bovenop me. Aiden, calm down. You're on different strategies. Just let Kelly pass. Okay, Kelly. Aiden's gonna let you pass at the next corner. Let's go. Copy. En daar komt de aanval van Mayer. Ze wil voorbij aan haar teamgenoot. Daar gaat ze. Waarom? De twee Konnersportcoureurs maken contact met elkaar. Jackson komt er het slechtste vanaf, maar Mayer is vrij. Oeh, Jackson lijkt veel schade te hebben. Ik denk dat zijn race voorbij is, Olaf. Mayer leek Jackson daar behoorlijk te verrassen. Alhoewel, het is niet helemaal duidelijk waarom. Wat was dat? Waarom wachten ze niet dat ik opzij ging? Okay, Aiden, are you alright? Ja hoor, nog zo'n butler. Je race bij Konnersport. Voel je extra druk om te presteren met een vader die over je schouder meekijkt? Luister, het is F1. Ik kan absoluut niet meer druk voelen dan ik al heb. Dus nee, dat is geen probleem. Kelly, heeft iemand in de F1-wereld zich verzet tegen het feit dat jij de eerste vrouwelijke coureur in de sport bent? Nee, iedereen was geweldig. En ik ben niet de eerste, alleen de laatste. Hoe gaat het met je broer? Houd je alleen maar zijn stoel warm? Dat moet je hem vragen. Maar hij krijgt de hulp die hij nodig heeft. En nee, ik ben absoluut niet van plan om deze plaats op te geven. Wat is er vandaag gebeurd tussen jou en Aiden? Oh, dat was maar vergissing. Ik dacht dat hij me doorliet, maar hij had overduidelijk andere ideeën. Hij zei eerder vandaag dat het opzet van jouw kant was. Heb je daar iets op te zeggen? Het was maar een misverstand. Je noemde je altijd Mayer, maar je zit nu in het team dat door je vader wordt gefinancierd in de stoel van je broer. Ga je de naam Butler weer gebruiken? Dat had ik kunnen verwachten, nietwaar? Dat deed je toch ook? Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel, ik ben een vrouw. Ik snap het. Ik wil er graag over praten. Wat is er dan? Nou, het is altijd hetzelfde, of niet? Dus je bent een vrouw en dan elke vraag over papa, over Devin, over de naam Butler. Negeer ze gewoon. Ik kan er nooit aan ontsnappen, toch? De enige vraag over de race ging over Aiden. Nou, weet je, misschien als we wat langer hadden gewacht, zouden er misschien... Kasper, verdedig ze niet. Okay, sorry, je hebt gelijk. Sorry. Luister, het is prima. De volgende keer ben ik sneller. Het incident in Baku. Denk je dat ze dat expres deed? Ze deed het expres. Ja, bekijk de beelden. Dus je liep niet warm voor haar? We waren niet de beste vrienden, nee. Ik mocht Aiden niet. Helemaal niet. Waarom niet? Ik vond hem onvolwassen over wat er in Baku gebeurde. Hij is er nooit echt overheen gekomen. Hij was agressief op het circuit. En de paddock roddelt. Hij was gewoon niet gelukkig bij Konnersport. Hij dacht dat hij te goed was voor het team. Zijn houding was gewoon een probleem. Het is al ingewikkeld. En ik heb je gezegd, ze hoeven het niet te weten. Nou, het is jouw beslissing, natuurlijk. Maar de oneerlijkheid maakt me ongemakkelijk. We praten er later wel over, ja? Zullen we dit snel afhandelen? Of misschien kunnen we Kasper wat van onze tijd geven. Dit was niet gepland. Wat, heb je het nu te druk voor ons? Vertel het ze gewoon, Kasper. Andreo, alsjeblieft. Kunnen we beginnen? Ja, Aiden heeft een afspraak bij Mercedes waar hij naartoe moet. Genoeg! Genoeg! Oké, dit is waar we over moeten praten. Het moet stoppen, begrepen? Als we nu niet kunnen samenwerken... Als we niet samenwerken, is dat het einde. Wacht,
Wat betekent dat? Andreo? Het betekent dat als we niet vijfde of hoger eindigen, Butler Global zich terugtrekt. En ik denk niet dat we een andere investeerder vinden. Niet nu. Wacht, wat? Casper? Ja, het is waar. Nou, dan is het afgelopen. Andreo? Het is afgelopen. Dus ja, pa nam me mee naar het team en dreigde onmiddellijk om het op te heffen. Waarom zou hij dat doen? Zo werkt hij. Kelly, geweldige race. Wat bedoel je met je ongelijk bewijzen? Ik probeer je te feliciteren, dat is alles. Je ongelijk bewijzen over wat precies? Ik bedoelde er niets mee. Ik zei alleen maar, goed gedaan. Door me eraan te herinneren hoe weinig je eigenlijk in me gelooft? Kelly? Wat ben jij een rotzak. Maar het was een geweldige race. Je zei dat je hem uit mijn buurt zou houden. Ik zal met hem praten. Hoe kwam hij in vredesnaam op de lijn? Hij vroeg het niet, hij deed het gewoon. Ja, hij doet gewoon wat hij wil, totdat iemand hem tegenhoudt. Luister, ik zei dat ik met hem zou praten. Het was een geweldig resultaat vandaag. Laten we je vader vergeten, oké? Inderdaad. Mooi. Hij lijkt sowieso een andere gesprekspartner te hebben. En de rest ziet er goed uit. Het gaat alleen om die achtervleugel. Ik wil geen downforce meer opofferen. Oké, het is jouw beslissing. Laten we over een uur het weer nog eens bekijken. Hoi, hoi. Heb je me gemist? Hallo, zus. Hallo, broer. Jackson. Devin. Hoe gaat het, Devin? Ik vind het spannend. Heel spannend om weer mee te doen. Doe alsof ik er niet ben en ga door, alsjeblieft. Meedoen? Hoe? Nou, je weet wel. Een beetje van dit en een beetje... Meedoen? Hoe? We komen er wel uit. We komen er wel uit. En wat heeft Andreo daarop te zeggen? Hij zal het ermee eens zijn, Casper. Het is oké. Waren ze blij om je te zien? Mensen zijn altijd blij om mij te zien. En wat was je nieuwe rol? Ik denk dat je mij een bemiddelaar kan noemen. Ja, ik hou van bemiddelen. Mijn vader wilde dat ik met mensen ging praten, ze moed inspreken, wat advies geven, beetje dat soort dingen. Maar, het was moeilijk, ja. Ja, Aiden had nog steeds dat ego, dacht nog steeds dat hij beter was dan het team. Wilde niet luisteren naar Caspers advies, dat was een probleem. En dan Andreo. Hij was bezorgd over de toekomst van het team. Hij voelde de druk van mijn vader. En Kelly. Ja. Laten we zeggen dat Kelly niet echt de behoefte had aan mijn advies. Alles was een puinhoop. Ik bedoel echt. Ik ben 5 minuten weg geweest. Nou, het lijkt erop dat de Connorsport teamgenoten elkaar vandaag totaal geen dienst bewijzen. Ze zitten gewoon te dicht op elkaar. Serieus? Waar is Aiden op uit? Dat stoppen? Oké, Kelly, he knows. Duidelijk niet. Ja, Jackson ziet er echt uit alsof hij daar iets wil doen. Meyer laat het gewoon echt niet toe. We gaan richting de Cour van Grande. Hij gaat ervoor. Het scheelt echt helemaal niks. Het is te krap. En daar gaat de voorvleugel van Meyer. Oh, Aiden Jackson, wat is daar gebeurd? Dit lijkt nu een terugkerend thema te worden bij Connorsport. Ja, deze race is cruciaal voor ze. Het lukt deze coureurs maar niet. Oké, box please, Kelly. Let's get that wing replaced. Dit is een grap. Box this lap, please. Box this lap. Ja, copy. Hey. Wow. Sorry. Ik schrok me down, maat. Nou, dat was niet de bedoeling. Heb je nog iets nuttigs gevonden?
Ik denk niet dat ze de korte rechte stukken leuk vinden. Voor jou geen probleem, toch? Ik ben gek op dit circuit. Ik doe het hier altijd goed. Tenminste, vroeger dan. Hoe gaat het, Devin? Mij? Geweldig, maat. Geniet van het leven. Oké. Je weet hoe het is om het allemaal achter je te laten, of niet? Ja, het is het moeilijkste dat ik ooit heb gedaan. Ja, nou, ja, dat. Maar, ik heb hier niet voor gekozen, Casper. Nee. Ik weet het. Ja, we zijn gekomen, toch? Hoe gaat het met je? Het wisselt. Hoe is het met ons oude teamgenoot? Ja, ik weet niet. Ja. Ik denk niet dat hij hier gelukkig is. Kijk, hij denkt nog steeds dat hij in de beste stoel hoort. Dat is het, weet je. Hij heeft nooit losgelaten. Dat is het probleem. Weet je, kan ik even met hem praten? Ik bedoel, als je denkt dat het helpt. Ja, het ligt allemaal een beetje gevoelig. Ja, ik begrijp het. Nee, Devin, ik meen het. Ja, erewoord, maat. Wilde Casper echt dat je met Aiden ging praten? Ik las tussen de regels door. Kijk, Casper kan heel veel, maar ik ken mensen. Ja, ik weet hoe ik in hun hoofd kan komen. En ik wilde papa helpen, het team helpen, dus... Laat me met rust. Luister, ik zeg het gewoon, maat. Als jij zo'n ongelofelijke coureur was, dan zou je niet bij Connersport zitten. Of wel, het spijt me. Het is de waarheid. Niet beledigend bedoeld. Nou, misschien ben ik hier volgend jaar niet. Kerel, weet je wat jouw probleem is? Ja. Jij. Je denkt dat jij beter bent dan het team. Ik weet nog dat Aiden Jackson al blij was dat hij achter het stuur van een F1-wagen mocht zitten. En we vonden die gozer veel leuker dan deze. Je hebt me nooit gemogen. Nee. Maar Casper wel. Ooit een keer. Nou, je bent anders nu. Je vindt jezelf te goed voor het team. Je hoofd zit vast in een denkbeeldige stoel bij de grote drie in Dromenland, maat. Nee. Je moet in de wagen rijden waarin je op dat moment zit. Jij leest mij de les over ego? Iets waar ik veel verstand van heb. Oh, ja. Ik snap het. Dus jij mag arrogant zijn, maar ik niet. Is dat het? Er is een verschil. Ja hoor, hoe kan er nou weer een verschil zijn? Dit ben jij niet. Dit ben jij niet, vriend. Oh, ga toch weg. Trouw zijn aan mezelf. De wagen besturen waarin ik zit. De wijsheden van Devin Butler. Moet ik ook mijn beste leven leiden of zo? Rij gewoon in de wagen waarin je op dat moment zit. Ciao. Kom op, ik wil gewoon even praten, Kel. Waarom? Omdat hij dat zei? Stop nou, het gaat niet over hem. Praat gewoon met me. We reden vaak dezelfde races toen we opgroeiden. En één van ons had altijd een betere race dan de ander. Dus in de auto op de weg naar huis was één van ons gelukkig, terwijl de ander in zak en as zat. Er was geen middenweg. Het leek onmogelijk om tegelijkertijd gelukkig te zijn. En dat is sindsdien nooit veranderd. Luister, het is mijn taak om met de coureurs te praten, Kelly. Ja, en wie heeft je die baan gegeven? Hoezo doe je zo? Ik ben niet eens degene op wie je kwaad bent. Nou, misschien wel. Echt? Dit weer? We waren kinderen, Kelly. Je hebt me in de steek gelaten. Oh, kom op, wat had ik moeten zeggen dan? Oh, bedankt, pap, dat je blijft investeren in mijn carrière. Maar ik ben bang dat ik moet weigeren, want Kelly vindt het niet leuk. Natuurlijk niet. Wat dan? Het hoeft geen keuze te zijn, Dev. Hij had het geld om onze beide carrières te financieren. Ik wilde dat je voor me zou vechten. Hij heeft nooit naar me geluisterd. Hij luisterde altijd naar jou. Ja, nou, we waren jong. Ja.
Maar we zijn nu volwassen. Ja. Nou, als het een troost voor je is, ik ben niet meer zo competitief. Dat ben je nooit geweest. Het spijt me, Kelly. Ik meen het. Je was altijd sneller dan ik. Nou, dan zeg ik het. Leuk geprobeerd. Het is waar. En meende je het? Natuurlijk niet. Sneller dan ik. Nee. Ze was nooit sneller dan ik. Dat zou ze willen. Nee. Maar als er één ding is dat mijn vader me heeft geleerd, is het dat mensen soms moeten horen wat ze moeten horen. Weet je? Absoluut. Ja. Waarom doe je dit? Ik zag hem in de paddock. Dat moet in Sao Paulo zijn geweest. En ik... Ja, ik heb hem eindelijk gesproken. Ik wilde gewoon weten waarom. Er is iets tussengekomen. Ik bel je terug. Kelly, dus ik mag nu met je praten. Waarom doe je dit? Doen? Wat? Waarom trek je zo'n harde lijn hierin? Wil dit een goede investering zijn, dan moet Condorsport successen boeken. Zo werkt dat in zaken. Maar daar zitten we niet in, of wel? Pardon? Waarom zit ik in het team als het alleen maar zakelijk is? Waarom Devin? Je kunt je familie er niet bij blijven betrekken en je dan verschuilen achter zo werkt dat in de zakenwereld. Dit is een van de grootste investeringen die ik ooit heb gedaan. Ik moet de zaken goed regelen, Kelly. Wie zal volgens jou alles erven als ik er niet meer ben? Nou, Devin. Natuurlijk. Ik heb totaal geen interesse. Deze zaken zijn complex, Kelly. Maar ze komen allemaal ten goede aan het bedrijf, de familie. En uiteindelijk ten goede aan jou. Je zei precies dit de laatste keer dat je me probeerde te stoppen met racen. Ik geloofde het niet toen ik 12 was en ik geloof het nu zeker niet. Ik begrijp niet wat er in dat hoofd van jou omgaat. Je dreigt mijn F1-carrière te beëindigen en dan zeg je dat het in mijn voordeel is. Heb jij enig idee hoeveel geld ik in het team heb gestoken? Dat is het probleem met jou. Geld. Er is niets veranderd. Ik had niet verwacht dat je het zou begrijpen. Nee, pap. Ik had niet verwacht dat jij het zou begrijpen. Je moet wat meer realistisch zijn. Dat is alles. Niet iedereen overleeft in de Formule 1. Dat weet je. Vijfde in het klassement? Vijfde. Vijfde. Oké, dus we hebben vandaag twee heel verschillende configuraties. En je hebt mij niet nodig om je te vertellen hoe... Davidov, dat is genoeg. Pardon? Eruit. Waar heb je het over? Je hebt het hele seizoen in de oren van mensen zitten fluisteren. Ik vraag je om de bijeenkomst te verlaten. Dit kun je niet menen. Dit is niet jouw team. En na vandaag bestaat het misschien niet eens meer. Dus ga weg en laat degene onder ons die echt om het resultaat geven ons werk doen. We hebben het hier later over, Akkerman. Ja, je kunt me bedreigen na de race. Goed dan. Kom je, Devin? Ja, ik denk dat ik misschien blijf. Ja. Ik blijf. Goed, dat is aan jou. Fantastisch. Jullie weten allemaal wat er op het spel staat. Als we vandaag als individuen racen, sterft het team. De enige manier waarop we dit kunnen overleven, de enige manier om volgend seizoen terug te komen, is samen. Begrijpen we dat allemaal? Nee. Aiden? Kelly? Kijk me aan. We begrijpen dit, toch? Ja. Ja. Als je jezelf vandaag boven het team plaatst,
is er geen team meer. Kelly. We kunnen dit. Ja. En, het spijt me als ik ooit... Wauw. Wat? Bied je nu je excuses aan? Ja. Ik vergeef je op één voorwaarde. En dat is? Jij krijgt jouw deel van de punten. Oké. Afgesproken. Kop op. Weet je, voordat een race begint, is alles mogelijk. Alles. Aan de ene kant heb je de ware iconen van de sport, bepaalde coureurs, bepaalde teams die het tempo bepalen waarvan je verwacht dat ze het goed doen. Aan de andere kant heb je de underdogs. En we zijn er altijd. Altijd op zoek naar een hogere positie, een nieuw punt. Op zoek naar de kleinste kans. De kleinste fout die we kunnen afstraffen. En op dat moment, vlak voordat het licht uitgaat, is het net alsof de wereld zijn adem inhoudt. Snap je? Iedereen wacht. De lucht is zwaar, weet je. En ik wist dat wat er ook gebeurde, Konnersport zijn stempel al op de geschiedenis van de sport had gezet. En daar had ik vrede mee. Dus je was niet zenuwachtig? Wat dacht je? Dus we weten hoe het er nu voor staat. Maar hoe anders kan het allemaal zijn als het zwart-wit geblokt valt hier op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi? De lampen gaan uit en we zijn onderweg. We razen over het lange rechte stuk en daar gaat hij weer. Hij manoeuvreert zich naar voren. Wat een geweldige wedstrijd voor hem. Ja, echt waar, Olaf. Ik bedoel, het is een circuit waar hij echt van geniet. Weet je nog, de race van 2021, dat was fantastisch toen. Wie kan dat nou vergeten? En Konnersport heeft vandaag zo'n prestatie nodig. Mayer doet het prima en Jackson levert echt goed werk af. Great stuff, Aiden. Come on, I think we can get one more place here. Push, push. Er gaat iets niet goed. Assessing, standby. Ik verlies snelheid. Hij rijdt op het achterste rechte stuk. Hij zit op een hele goede plek, maar wacht even. Hij vertraagt. Hij valt stil. Er is iets heel erg mis. Ja, ik denk dat hij een probleem heeft hier, Olaf. Zou het motorgerelateerd zijn? Kijk, ze gooien hun handen in de lucht aan de pitwall. En hij ligt eruit. En ja, de motor is uitgevallen. En zo is 2023 voorbij voor Aiden Jackson. Dit is een dramatische aftocht en zeker niet waar hij op had gehoopt. Wat gebeurt daar? Ja, engine failure, I'm afraid. Aiden is out of this race. You're the only one left, come on. Repeat, Aiden's out of the race. Did you get that? Aiden ligt eruit, hoor ik. Wat? Laat me met hem praten. Waarom? Geef me gewoon die headset. Weet je het zeker? Ik weet alles zeker. Dat is wat me zorgen baart. Kelly. Devin? Ja, we hebben gepraat en we denken dat je de wagen niet te veel moet overvragen. Wat? Waarom? Je staat ver achter, Kel. Oké, we willen niet dat jij je motor ook opblaast. Gewoon de race gecontroleerd uitrijden. We moeten realistisch zijn, oké? Sorry, vraagt het team dit? Casper is het ermee eens. Je gaat gewoon niet veel terrein winnen. Het kan niet. Gewoon gecontroleerd rijden, Kel. Geloof me, kijk hoe ze gaat. En daar gaan we. Voor de laatste.
laatste keer naar het zwart-wit geblokt. Wat een wedstrijd van Kelly Meijer. Wat een ongelofelijke prestatie van haar vandaag. Ik weet zeker dat Connersport daar erg blij mee zal zijn. En als je de geruchten gelooft, Bas, is dit een team waarvan de toekomst twijfelachtig was. Zeker, ze hebben genoeg gedaan om volgend seizoen terug te keren. Ik vind ze geweldig om naar te kijken. Het was geweldig. Ik weet niet zeker of ik ooit zo'n race heb gezien. Ik heb me vergist in Kelly. En wat vond je van de motorstoring? De perfecte wagen bestaat niet. De wagen die nu uitviel bracht ons ook al eens de winst. Dus je moet gewoon de wagen rijden waar je in zit. Iedereen is een individu. Wat betekent dat iedereen een beetje anders moet worden gemotiveerd? Neem Devin als voorbeeld. Hij reageert altijd goed als zijn ego wordt gestreeld. Dat hem wordt verteld dat hij de beste is. Zijn grootste angst is falen. Dus hij kan ook dieper vallen. Dat houdt hem hongerig. Kelly, aan de andere kant, heeft een aangeboren drang om het tegendeel te bewijzen. Als iemand haar vertelt dat iets niet mogelijk is, doet ze er alles aan om het te bereiken. Het is een soort koppige vastberadenheid waarvan je gebruik kunt maken. En dan is er Aiden. Ik bedoel, toen hij in de Formule 1 begon, vonden mensen hem een aardige man. Maar hij was ongelooflijk ambitieus. Dat is precies wat Aiden drijft. Daarom heb ik misschien een gerucht of twee gestart over interesse van andere teams tijdens zijn tijd bij Connersport, om die ambitie aan te wakkeren. Het houdt zijn ogen op de horizon. Veel mensen zouden dat als manipulatief kunnen beschouwen, vind je niet? Ja, natuurlijk. Motivatie is manipulatie. Het is hetzelfde. Is dat zo? Luister. Het doel heiligt de middelen. Zo werkt dat gewoon in zaken. Kijk je uit naar het volgende seizoen? Laat dat maar aan mij over. Blijf je volgend seizoen? Ik heb Casper gezegd dat ik blijf als hij blijft. Dus je hebt nog steeds je baan na je aanvaring met Davidov? Nou, we zullen zien. Het is ons gelukt. De financiering is veiliggesteld. Wat een team. En dat is alles wat telt. Op dit moment, ja. Dat is alles wat telt. Oké, dus zijn we klaar? Ja? Mooi. Ciao.